Gea heeft de vlag goed gehangen. Ja, voor die vrouw lui, ja. Ja, de voetballende vrouw lui. Ja. Die hadden we daar nog gewonnen natuurlijk. Ja. Dat is nog gezien. En nu vandaag, of van woensdag op donderdag in Breijoor, dan spullen ze zich ermee uit. En daar stond geen voorop? Ja, daar stond ik voorop. Ja. Of blijf je dan voor wakker? Nee, daar blijf ik niet voor wakker, maar ik stond wel op. Ik heb de wekker, daar zit ik op en dan... ik heb die altijd gevolgd. Ik vind dat chic. Kijk. Echt. Dus het is niet zo van, omdat het een beetje een hype is geworden, nee, ben ik nee, het... Nee. Daar zien nu echt goede voetballers bij. En vooral die SME, wat met die Nicke Martens speelt, die is... is echt top dat meisje. Ja. Dat maakt het wel. Ja, ja, ja. Maar dan hebben we het over SME. Ja, wel zo, die beetje donker met die twee staartjes. Maar is die niet... is die niet van hier? Ja, die is van hier. Maar hebben ze toch toesgeloten? Nee. Is die mij? Nee, die is met en die speelt ook met. Die heeft ook met gespeeld. Ja. Kijk, zo goed ben ik dan weer op de huurte. Ja, ja, maar de kunstschool en de wets niks. Dat kent toch niet, hè? Nou ja, luister, ja? Ik ben natuurlijk een Lieke Martens fan, omdat Lieke komt bij mij goed de buurt. Ja. Hè, die komt uit Nieuwbergen. En van de pindakaas reclame, hè? Ja, van de pindakaas. Ja, nu heb ik gehuurd, pindakaas is ook slecht, hè, jong. Kankerverwekkend, hè. Oh. Ja. Ja. Ik heb over die gehoord. Oh, flitsmeister. De flitsmeister. Ik denk dat is wie, als er een ambulance in de buurt is, denk ik, dus meld de flitsmeister zich. Hé, hey, maar... Stalen Steef, hè? Ja. Dat werd gokweek dan bedoelen, hè? Nee. Kiek. Nee, dat weet ik. Nou heb ik hem. Nee, dat weet ik. Stalen Steef, Stephanie van der Graag. Oh, Stephanie van der Graag. Ja, de matchwinner. Ja, de matchwinner. Ja, dat klopt. Gewoon een prachtige goal wat ze maken. Ja. Heb ze de goal van Messi gezien? De vrije trap. De eerste voor Miami. Ja, ja. Ja, maar dat... Dat was de godverdomme. Dat was echt, echt gek. Dat zuurt ze niets meer. Dat is echt, dat is wereldklasse. En nou, Suarez, hij zich aangeboden, want hij weer met Messi samen. Ja, ja, dan wou weer met Messi, ja. Maar dat is dus niet doorgegaan. Hé, hey, maar toch even terugkomen op de vlag, hè? Want G had de vlag uithangen. Ja, ja, ja. Want ja. Waar woont je precies? Ja, je hebt 12. Moet dat scooter. Oh, jong. Leuk vandaag. Leuk. Leuk vandaag. Hé, dat... Bent u scheidsrechter? Ja. Was? Ja, was. U heeft uw scheidsrechtersklofje nog aan? U heeft de scheidsrechterpakje in de hand. Ja, dat weet ik. Ben ik doof? Okay. Oh ja. Ben ik doof zoals jij? Dat klopt, ik ben doof. Ja, dat klopt. Daar heb je gelegen. Hé, hey, maar... poetskleren. Ja. Ah, kijk. Ja, joh, we moeten poetsen, hè, jongens. Ze vrouw weer. Kijk, ik hoor. Ja? Ja, 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 ja. Allee. Hey, maar heeft dat geen stress opgeleverd omdat ze de vlag hebben binnengehaald? Nee, ik weet niet van wat dat ze me... Maar dat het zo waaide en dat het code geel was, heeft ze me schijnbaar ingepakt. Dat het niet zo... Op de fiets. Ja, 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 daarom. En de scooter is daar van ook? Die is van Micha, jong. Waarom zit er een Amerikaanse vlag op? Omdat die drie keer in Amerika is geweest bij Elvis Presley. Dat is een Elvis Presley-fan. De vrouw? Ja, 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 ik ook. Oké, ja. Hé, hey, maar hier verderop in Maastricht, heeft ze toch Graceland, of niet? Ja, ja, dat is Vietta Huppie bij een berg. Ja, en de zoon Jamie. En zoon Jamie de zing. Ja. Ja, dat klopt. Okay. En die, kent je die persoonlijk ook? Ja, die ken ik persoonlijk. Ja, dat is een kameraad van ja, ik heb wel geregeld dat je wel eens zien. Hé, maar ons kent ons. Ja. Nu we toch hier in Blauw Dorp zien, hè? Ja. Je kent. Is dat nog altijd zo dat iedereen elkaar kent? Weet je wat het is? Hey, die straat, dat is een volksstraat. Ja. Hij zit iedereen als je zit behoeten, snap ze. Iedereen kent zich wel goed verstaan met iedereen. Er wordt geen barbecue, er wordt een schat gedronken. Maar als die familie moet werken en de seksluister, maak het een beetje rustig. Dan hebben ze alle respect voor je. Dus daarvoor, ik woon hier al 44 jaar en ik woon nog altijd geren. Dus. Maar niet geboren in Blauw? Nee, ik ben geboren in Heerlen. Ik ben er nog een keer. Ja. Oh, wie? Ja, ja, ja. En gewoond op de Keutenberg. Moet die wielrenners vroeger op? Ja, ja. Daar hebben we, mijn mama heeft dan boerderijken gehad.
Toen zien we met Ongerweg ook al eens geweest, daar gaan ze bovenaan. Ja, klopt, daar gaan ze bij. Dat is een grote moestuin of weet ik veel. Ja, nee, dat is ook een melk dingen hebben ze daarboven. Is dat als ze boven komt, rechts? Rechts en links. Oké, okay. Ja. Maar ziet geen rechts of links geboren? Nee, VLC, ik ben links geboren. Oké. Okay. Links, ja, in het midden. 44 jaar dan in Maastricht? Ja, 44 jaar Maastricht. Nee, langer. Oké. Okay. Want ik was 7 jaar weer in het opkwam. Ik heb bij de gemeente gedaan. Ja. Dat werd je ook nog? Ja, dat weet ik zeker. Ja, want nee. Dat is in het Noedkerkse Nazareth geweest. Oh. Op het tunnelje. En dat kerstje, dat zei je nog. Keurig, met de scheiding in het midden. Met de scheiding in het midden. Ja? En de, wie noemt ze dat vroeger? Zo'n beukje. Och je, de catechismus. Catechismus, oh. Ja. Tot vervelend toe. Goortje, dat hebben we al echt slecht gehad hier. Ja? Dus dat niet kort. Ja. Slecht? Ja, en 2 jaar missionair geweest hoor. Dat moest ik van mama. Wie? Ja. Maar van wie kreeg je slecht dan? Van pastoor of van thuis? Nee, van de meester, jongen, als ze dat niet kort. Ja, slecht. Dat wil zeggen, met die liliale een beetje. Met. Oh. En dat moest ik kennen. Laat die vingers eens zien. Nee, gek. Die normaal. Nee, maar dat moest ik kennen. Dat was, pas op. Hey, maar 44 jaar in Blauwdorp, ja, uiteindelijk. Ja. Kom ze als geboren wingbuilder dan ooit nog tussen hier? Nee, jawel. Ja? Ik ben 99% Schenk. Dat is nu gaat. Want ik huur door niks wingbuilderigs. Nee, de rumtjes. Ik ben alleen maar geboren in het Uitvoerfrachol. En dan ben ik direct naar de Keutenberg en daar heb ik tot 7 jaar gewoond. En dan zijn we in om de streek gekomen, Nazareth. Daar heb ik een tijdje gewoond bij mam. Ja, toen ben ik getrouwd en toen ben ik naartoe gekomen. Toen ben ik de Bruikheuvel gekomen. Maar vertel nog eens over de vroedvrouwenschool. De oude vroedvrouwenschool, ja, in Heerlen. Daar zit je geboren? Daar ben ik geboren, ja. En die vroedvrouwenschool hebben ze afgebroken. En die hebben ze nu ergens anders opgebouwd. Oké. Okay. Ja, boe weet ik niet, dus. Maar het is vlak in de statie, hoor, dat. In Heerlen. Nou zeiden we net nog tegen elkaar van Blauwdorp. Ja? Dat is de plek waar ik Benny Nijman. Ja, klopt, dat is daar geweest. Ja. Klopt. Maar wie was Benny geleden hier in de buurt? Nou, ik zal je één ding zeggen, dat heb ik eigenlijk niet zo goed metgemaakt. Die familie heeft hem wat metgemaakt. Die familie heeft hem nog gekend. En die heeft daar ook gewoond. Maar ik heb hem niets gezien, ik heb hem niets getroffen, ik heb hem niets gesproken. En dan vind ik dat wel jammer, want dat was wel best een ordelijke zanger. Want laatst heb ik hem gezien, of reden twee andere reuren heeft er ons die ode gegeven. Ja. Dat vond ik zo prachtig, de tranen in de ogen. Echt. Maar dat is toch het beroemdste kind ja, van Blauwdorp, ja, inderdaad, of niet? Het beroemdste kind van Blauwdorp, inderdaad, dat klopt. Ja. Wordt zien de muziek nog gedraaid? Zo? Ja, af en toe, ja. Af en toe. Ik draai hem wel een 6 op de computer, ja. Ja. En wat is dan het favoriete liedje? Het favoriete nummer? Wacht even. Een vrijgezel gaat pas slapen? Ja, vrijgezel. Of waarom fluister ik je naam nog? Ja. De mensen wel al. Ja. Hé, hey, hallo. Dat moest wel een beetje die klassiekers kennen. Dat is toch een stuk jonger als ik, ja? Misschien... Hè? Dat is een stuk jonger als ik, ja? Paar jurkjes misschien. Ja, wat denkt u uit even? Als Eme staat tegen mij zit, ja? Dan zien ze er meestal jonge roeders dat ze zien. Nee, en volgens mij is dat ook zo. Nee. moet voorzichtig zien, hè. Dus, niet zo erg als bij dames, maar bij 68? Nee, 71. Oké. Okay. Ja. Ja, maar ik train nog niet iedere dag. Weet. Ja, want je hebt dat handdoekje om de nek. Ja, ik ben zo strak van trainen. Nu ga ik even met een hond doen. En wat doet je voor sport? Cardio, hè. Bal lopen, fietsen, van alles. Hè. Voor een beetje fit te blijven, hè, jong. Want heel goed. Als ze eenmaal... In de stoelkums? In de stoel, dan kun je ze niet meer recht. Ja. Hé, en die kamerad, dat is nog een jongen. Dat is pas 4,5 maand. Ja. Die moet nog alles leren. Ja, die is nog in de puppy, hè, jong. Ja. Dan rijdt de kabel weer, want dan moet je opereren weer onze puutje, want er rijdt zijn bulkje door. Ja, wat? Oh, dat heb ik laten analyseren, maar het is niet kwaadaardig. Maar hier moet er vanaf blijven. Ik heb al 2 kappen, heeft hij mij al gerenoveerd. En nu moet ik weer een nieuw kap kunnen halen, want 7 augustus wordt er al geopereerd. En de kabel stond een trechter om de kop. Ja, ze een trechter, maar daar wordt er gek van. Ja. Eerlijk, het is een illumine die kop. Ja, maar loop dicht maar, want het is een lampenkap, dag in, dag uit. Ja, precies. Dan wordt ze toch ook gefrustreerd. Ja. Hè? Germ.
Dus als ik ook kom, hij, ja, dus, God, maar, ja, we sjouwen de laat, joh. Hij had ze moeten zien wie dat hij oranje. Hier heb je dat nog metgemaakt, denk ik. Ja. Die soort gehad. Ja. God, maar, ja, dat wat maakte. Ja. Ja, en die jongens wat dat organiseerde, die zien we weg. Ja, we zien, ook, die zien ook ooit eens in Zittert, in Tien Dunder geweest. Ook zo'n echte volkswijk. Zelden zo'n leuke televisie gemaakt als door. Die is in de mier. Ja, dat is nee, dat klopt. Maar ja, weer wet. Misschien kunnen we afspreken dan. Dat als het weer eens echt versierd wordt. Ik zal het eerlijk zeggen, als je vooral bij nu donderdag. Van Amerika winnen, ja? Dan hang ik ook weer eens een beetje aan die roede en zo gaat en dan, okay. Jawel. Maar dan moeten we geen de sturm krijgen, want dan haalt de vrouw het. Nee, altijd die haalt ze weer naar binnen, hè. Dat is het, inderdaad. Zullen we samen nog een fotootje maken? Ja, dat is goed, jong, kom maar.